Welkom namens Democratie in Debat, een samenwerking van Nieuwsport, ProDemos, Filmhuis en het Montesquieu Instituut. Mijn naam is Stefan Alonso, ik werk hier in Den Haag voor NRC Handelsblad. Ik was hiervoor EU-correspondent. We gaan het vandaag hebben over de loodgieters, namelijk de Europese Commissie. Maandag was Frans Timmermans hier voor de Wellenstein-lezing. En hij haalde daarin Wellenstein aan. Die had namelijk ooit gezegd, de Europese Commissie, wij zijn eigenlijk loodgieters. En Timmermans zei toen letterlijk, wij zijn niet degene die in ons eentje bepalen wat er gebeurt. Wij zijn dienend aan de lidstaten en aan de andere instellingen. Nou, en dat is een beetje het thema van vandaag. Van in hoeverre klopt dat? Is dat goed? Is dat niet goed? Dat soort vragen gaan we beantwoorden met dit prachtige panel. We wachten nog op Anne Mulder, maar die komt zo meteen binnenstormen. Even kijken. Ik wilde alvast even iedereen introduceren, want de heer Gijs de Vries gaat zo meteen een inleidend verhaal houden. Maar ik wilde eerst even wijzen naar Anke Truijen, Europa-redacteur bij Nieuwsuur. Waarbij ze zich recent mocht vastbijten in de Brexit. Oud EU-correspondent ook, daar kennen we ook elkaar ook een beetje van. En daarvoor zat ze jarenlang op de Balkan ook, geloof ik. En ook de drijvende kracht achter de podcast Café Europa. Een van de beste Europa-podcasts die er is, omdat het eigenlijk de enige is die er is. ja, ik kan... ja. Maar hij is echt heel goed, met Mathieu Segers. Uitstekend, luister die podcast. Bas Eickhout, ja, needs no introduction. Wie kent Bas Eickhout niet? Ja, nou ja. Nou ja, Europees Parlement, duidelijk gevreesd door lobbyisten, eigenlijk scheikundigen en milieuwetenschapper, maar koos toch om onbegrijpelijke redenen voor de politiek. Heeft zich vooral onderscheiden met de strijd tegen F-gassen, met het Europese systeem voor emissiehandel, allemaal hele complexe technische dingen. Welkom Bas. en dan tot slot de heer Gijs de Vries. Hoeft eigenlijk ook geen introductie, maar ik zeg het toch maar even. Momenteel gastdocent, senior visiting fellow aan de London School of Economics. Zat ook jarenlang in het Europese parlement, echt al heel lang geleden. Toen nog namens de VVD. Ja, sorry. Ik zat toen nog op de middelbare school. Even kijken. Toen het zat ook in de conventie over de toekomst van Europa. Die zou uitmonden in de later gestrande Europese grondwet. Wat weer het verdrag van Lissabon werd, et cetera, et cetera. Maar we kennen hem vooral ook als de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet Kok. Het tweede paarse kabinet. En als de EU-coördinator terrorismebestrijding. En ik ben ongetwijfeld een hoop vergeten. Het woord is aan u, meneer de Vries. Ja, fijn. Hartelijk dank. Wat leuk dat u allemaal komt voor dit mooie moment van de overstap van de oude commissie Juncker naar de nieuwe commissie von der Leyen. Wat kunnen we daarvan verwachten? Daar wil ik iets over zeggen en ik wil eigenlijk beginnen met misschien even terug te kijken naar hoe wij in Nederland in de politiek tegen de loodgieters aankijken. Het debat over de commissie in Nederland is de afgelopen jaren namelijk aanzienlijk van karakter veranderd. Heel lang heeft Nederland de Europese Commissie gezien als bondgenoot. De Commissie was de hoedster van de verdragen en die moest ervoor zorgen dat de regels en de procedures werden nageleefd en dat de kleine lidstaten werden verdedigd tegen de grote. In Europa was de macht van de grote landen voor het eerst ingeperkt door het recht. En dat was ons belang. Dus wij stonden pal voor een sterke rol van de Commissie. Dat is niet langer zo. De afgelopen jaren is de toon in de Haagse politiek geleidelijk kritischer geworden. En dat komt, opvallend genoeg, van links tot rechts. Bij sommige partijen gaat het alleen om de commissie, maar bij veel partijen gaat het om Europa als geheel. Brussel, zo is de kritiek, heeft te veel noten op de zang en dat gaat ten koste van Nederland en de andere lidstaten. Bijvoorbeeld. De SGP wil dat de bevoegdheden en het budget van de Europese Commissie fors verminderd worden. Anne, ik kom over de VVD nog te spreken. De ChristenUnie ging met de SGP vorig jaar de Europese verkiezingen in met als motto: samenwerking ja, superstaat nee.
opvallend genoeg bijna dezelfde slogan als die van de SP in 2014. Superstaat nee, samenwerking ja. De SP, die al veel langer ageert tegen de superstaat, gaat trouwens een stap verder. Schaf deze Europese Commissie af, luidt de kop op de partijwebsite. En dat gaat de PVV niet ver genoeg. In het PVV-verkiezingsprogramma staat kort en duidelijk: Nederland weer onafhankelijk, dus uit de EU. Forum voor Democratie is het daarmee eens. De EU, de open grenzen en de euro, daar moeten we van af. D66, de Partij van de Arbeid en GroenLinks, zien dat anders. D66 wil een rechtstreeks door alle EU-burgers gekozen voorzitter van de commissie. De Partij van de Arbeid wil dat het Europees Parlement het recht krijgt om eurocommissarissen naar huis te sturen. En GroenLinks wil Europese kieslijsten met de kandidaten voor het commissievoorzitterschap erop. En de commissievoorzitter moet ook de voorzitter worden van de Europese Raad. En de andere partijen zitten daar zo'n beetje tussenin. De VVD wil dat de Europese Commissie wordt gehalveerd naar 14 commissarissen. Dat is alweer iets anders dan in 2009, toen de VVD nog pleitte voor halvering van de Europese begroting. Het CDA voer onder de laatste jaren onder Sybrand Buma een eurosceptische koers. Bevoegdheden en wetgeving moet van Brussel terug naar de lidstaten. Buma riep op het vrij verkeer van arbeid en diensten aan banden te leggen en vond dat het nog slechter ging in de EU dan hij al dacht. En de Partij voor de Dieren wil geen verdere overdracht van Nederlandse bevoegdheid aan Europa. Nou, of het dus nu gaat om de Commissie of om de Unie als geheel, duidelijk is dat de toon in de Nederlandse politiek aanzienlijk scherper is geworden. En dat heeft gevolgen. Die woordkeus klinkt door in het regeringsbeleid. Geschrokken door de uitslag van het referendum in 2005 stuurde het kabinet Balkenende een brief aan de Kamer. Het kabinet, zo schreven minister Verhagen en staatssecretaris Timmermans, wil een beter Europa dat niet het beeld oproept van een superstaat, dat democratischer en slagvaardiger is met afgebakende taken. Een Europa dat niet het beeld oproept van een superstaat. Hier neemt de regering zonder blikken of blozen het frame van de SP over. If you can't beat them, join them. Een tweede frame, dat van een EU die haar macht tegen de wil van de burgers sluipenderwijs uitbreidt, is intussen omarmd door een parlementaire meerderheid. Vorig jaar nam de Kamer een motie aan die de regering oproept via een verdragswijziging de zin een steeds sterker verbond te schrappen uit het verdrag. Voortaan zou voor goedkeuring van het verdrag, bovendien in beide kamers een tweederde meerderheid nodig zijn. Voorstel van der Staaij, aangenomen door de Tweede Kamer, met steun van de VVD. Vorig jaar werd het door de Eerste Kamer verworpen en daar stemde de VVD tegen. Hoe dan ook, je zou verwachten dat deze toon, die aanzienlijk scherper is geworden, voortbouwt op een even scherpe nieuwe opstelling onder de bevolking. Maar in de opiniepeilingen klinkt eerder Hollandse nuchterheid door. In 2019 zei 77% van de Nederlanders zich burger van de EU te voelen, 81% steunt de euro en 86% zei in een referendum voor het lidmaatschap van de EU te willen stemmen. Over de macht van de EU zijn Nederlanders verdeeld. 46% vindt dat Nederland te veel macht heeft overgedragen aan Brussel. 20% vindt dat niet. En 34% heeft geen mening. Tegelijk wil 74% een grotere rol van de EU op terreinen als defensie en veiligheidsbeleid. De politiek lijkt dus kritischer dan de bevolking. Tot zover de meningen. Hoe gaat het verder feitelijk met de Europese Unie? En wat kunnen we verwachten in de overgang van Juncker naar von der Leyen? 5 jaar geleden stond Europa er slecht voor. Terroristische aanslagen kostten meer dan 150 slachtoffers in diverse Europese landen. De bankencrisis echoede na en hoge werkloosheid teisterde Zuid-Europa. 1 miljoen vluchtelingen en migranten met grote spanningen ten gevolg. Het verdrag van Schengen werd tijdelijk opgeschort als het ging om grenscontroles.
Geen wonder dat Frans Timmermans in 2015 sprak van een perfect storm. Never before have I seen such little common ground between our member states, zei Jean-Claude Juncker een jaar later in zijn State of the Union. Never before have I heard so many leaders speak only of their domestic problems, with Europe mentioned only in passing. En in datzelfde jaar besloot het Verenigd Koninkrijk de EU te verlaten. Dat is de achtergrond waartegen Juncker probeerde de Unie een nieuw elan te geven met zijn slogan van een politieke commissie. Is dat gelukt? Je moet zeggen dat in één opzicht Juncker wel degelijk een belangrijke verandering heeft doorgevoerd, namelijk vermindering van het aantal wetsvoorstellen. Het aantal nieuwe wetgevingsvoorstellen is gedaald van 500 in de eerste 4 jaar onder Barroso naar een kleine 400 in de eerste 4 jaar van de commissie Juncker. En ook de wetgeving die door het Europees Parlement komt, is gedaald. Daar zaten belangrijke onderdelen bij, zoals de privacyverordening. Maar Juncker heeft er ook voor gezorgd dat er handelsakkoorden kwamen met Canada en Japan. Een Europees fonds voor investeringen dat meer dan 400 miljard euro opleverde. En Europa voorop loopt in de strijd tegen de klimaatverandering. En Barnier is er tot nu toe in geslaagd te voorkomen dat de EU door de Brexit uit elkaar werd gespeeld. Maar er waren ook halve successen en hele mislukkingen. Op migratiegebied is Frontex versterkt met 10.000 mensen, maar een echte eerlijke verdeling van asielzoekers in Europa bleef uit. De bankenunie bleef onvoltooid en de raad bleef doof voor de pleidooien van de commissie en het parlement om de rechtsstaat in Polen en Hongarije te verdedigen. Juncker heeft ook fouten gemaakt, zoals de benoeming van zijn kabinetchef Selmayr tot secretaris-generaal. De betrokkenen is intussen verbannen naar de hoofdstad van de vergane glorie. Toch had de meeste kritiek op Junkers koers andere oorzaken. Het verwijt te politiek te zijn betrof vooral de rol van de commissie in de eurocrisis. Griekenland, Italië, Portugal en Spanje verweten de commissie dat ze in Zuid-Europa hardvochtige en schadelijke hervormingen afdwong en daarmee de nationale parlementen eigenlijk monddood maakte. In de migratiecrisis probeerde de commissie een eerlijke verdeling van asielzoekers over Europa te bereiken, maar Hongarije, Tsjechië en andere landen vonden dat de commissie daarmee haar bevoegdheden te buiten ging. En in Polen en Hongarije werden de pleidooien van de commissie om de rechtsstaat overeind te houden afgewezen. Nu hebben die critici een punt. Het is waar dat het optreden van de commissie in elk van deze gevallen het hart raakt van de binnenlandse politiek. Begrotingsbeleid, toelating van vreemdelingen, het functioneren van de rechterlijke macht. Het zijn essentiële onderdelen van de nationale soevereiniteit. En geen wonder dat de Brusselse bemoeienis dus hier tot verzet leidt. Maar daar staat tegenover dat de nationale regeringen zelf hebben besloten op deze gebieden soevereiniteit te delen. Bovendien vinden ze lang niet allemaal dat de commissie hier haar boekje te buiten ging. Ons eigen land, Nederland, heeft in elk van deze gevallen de commissie krachtig gesteund. Zo principieel is het Haagse verzet tegen de Brusselse superstaat dus ook weer niet. Intussen is Juncker weg. Staat Europa er beter voor? Op het eerste gezicht wel. De economie herstelde, het vertrouwen in de EU nam toe, de banken zijn gezonder, de migratie is terug op het niveau voor 2015. Maar schijn bedriegt. De eurocrisis en het migratievraagstuk zijn niet opgelost. Terroristische aanslagen blijven een gevaar. De erosie van de multilaterale orde is niet tot stand gebracht. En we missen nog altijd een overtuigend antwoord op de assertiviteit van Amerika en China. Dat Europa aan de rand staat van de afgrond, zoals president Macron vorig jaar zei, is te scherp uitgedrukt. Maar de waarschuwing snijdt hout. Tegen die achtergrond treedt nu Ursula von der Leyen aan. U had eigenlijk maar 10 minuutjes, maar dat maakt niet uit. U praat zo mooi, dus ik laat u nog even doorgaan. Ik had al gehoopt dat u het niet gemerkt had. Maar. Von der Leyen, die wil een geopolitieke commissie. Oppassen.
Geopolitiek bedrijven is een regeringstaak en de commissie is niet de regering van de Europese Unie. Dat de Europese Unie in de wereld een geopolitieke rol te vervullen heeft is duidelijk, maar dat is primair de verantwoordelijkheid van de Raad en niet van de commissie. Termen als een geopolitieke commissie zijn bovendien koren op de molen van Le Pen, Gauland, Baudet en andere samenzweringstheoretici. Oppassen dus met dat bazuingeschal. Maar intussen is het werk van de commissie wel degelijk politiek. Dat hebben de lidstaten zelf zo gewild. Wat zegt het verdrag? De commissie bevordert het algemeen belang en neemt daartoe passende initiatieven. Dat moet wel binnen de grenzen van de commissiebevoegdheden. En tussen die taak die breed is en die bevoegdheden die beperkt zijn, zit een spanning. Daar moet de commissie elke keer opnieuw een evenwicht vinden tussen te veel en te weinig. Waar dat ligt, hangt af van de omstandigheden. En die zijn radicaal veranderd. In 1957 hadden wij een Europese gemeenschap die draaide om landbouw en handel. Die wereld is verleden tijd. Amerika, toen ons anker, is van anker geworden tot dwaallicht. China werd van ontwikkelingsland het tweede land ter wereld. Duitsland werd van het zwakste land in Europa tot het sterkste land. De Unie breidde uit tot 28 en nu 27 lidstaten. De omstandigheden zijn veranderd. Hoe reageert de commissie? Ik denk dat we heel kort dat kunnen samenvatten in een paar punten, en daar sluit ik mee af. Die nieuwe commissie, even terug naar het vorige plaatje, die nieuwe commissie krijgt natuurlijk erfenissen van Juncker te verwerken. Brexit, dat kan nog wel eens tot grote spanningen leiden. Ik denk dat de belangrijkste en moeilijkste besluiten nog moeten komen. De meerjarenbegroting. Blijft er iets over van het plan om financiële voorwaarden, om politieke voorwaarden te stellen aan het geld, zodat landen alleen geld uit Brussel krijgen als zij de rechtsstaat overeind houden? Blijft er voldoende geld voor vergroening, voor zaken als veiligheid en onderzoek? Of wordt het weer een spelletje zwarte pieten over het netto betalerschap? De bankenunie is onvoltooid. In de migratie- en grenscontrole wacht nog veel werk. En de commissie zal op twee terreinen nieuwe initiatieven moeten nemen in de uitbreidingsdiscussie. Ten eerste over de Balkan, waar Nederland, Frankrijk en Denemarken de toetreding van Albanië en Noord-Macedonië blokkeerden, en Turkije. De nieuwe initiatieven zijn er denk ik vier. De Green Deal, daar zal Bas het nog wel over hebben. De economische concurrentiekracht in de wereld met digital sovereignty. Veiligheid, waarbij denk ik erg belangrijk wordt het nieuwe defensiefonds. En misschien voorstellen in zaken de rechtsstaat. Voor alles is de Europese Unie een rechtsgemeenschap. En de minachting van Polen, Hongarije, maar ook Servië voor de rechtsstaat legt de bijl aan de wortels van de Europese Unie. De commissie kondigt daar een papier aan over democratie. Als het bij dat papier blijft, is de nieuwe commissie bij voorbaat mislukt. Ik ga u toch zo onderbreken, want anders is het uur alweer voorbij. Mijn conclusie is deze. Je hebt in de politiek gezeten of niet? De commissie moet uitkijken niet te veel te willen. Een commissie die naast haar schoenen loopt, loopt zowel de Raad als zichzelf voor de voeten. Oppassen dus met die geopolitieke ambities. Maar een commissie die in haar schulp kruipt, murwig geslagen door nationale politieke ondernemers die haar gebruiken als kop van jut, zo'n commissie doet zichzelf en Europa tekort. Te sterk is niet goed, te zwak is nog slechter. De commissie moet maat houden, haar critici ook. Hartelijk dank. Meneer Mulder, u heeft vorig jaar een rapport aangevraagd bij Klingendaal over het functioneren van de commissie. Dat was een heel interessant rapport, er stonden een aantal hele interessante conclusies in. Kunt u nog eens uitleggen waarom u dat rapport nodig vond en welke conclusies in dat rapport u het meeste aanspraken? Cool. Ik wilde eerst graag zeggen dat ik blij ben hier te zijn. Er zijn heel veel mensen die hebben als lid van het Europees Parlement of als vertegenwoordiger van de commissie te maken met Europa. Wij zijn hier allemaal bezig, of hebben dat in het verleden gedaan, Europa beter te maken. En daarom vind ik het plezierig om hier weer van
gedachten te wisselen. U bent van harte welkom. Dank. En dan, ja, maar dat is zo. Ik zie hier bijvoorbeeld de voormalig Nederlandse ambassadeur van in Albanië, die mij altijd bestookt over Albanië. En dat waardeer ik. Ik hoef niet altijd helemaal eens te zijn, maar het is goed om die gedachtenwisseling te hebben. Dus zo zijn we allemaal bezig Europa beter te maken. Dan dat rapport. Ja. We hebben als Kamercommissie Europese Zaken een rapport gevraagd. We hebben een kennisbudget over de Europese Commissie. Waarom? Om te kunnen... Van, met meneer Brinkhorst ga ik niet in. Wat is de Europese Commissie? Wat is dat precies? Hoe werkt dat? Hoe is die zo gegroeid? Welke taken heeft de Commissie? Hoe heeft zich dat in de loop der tijden ontwikkeld? Dus het was voor onze kennisagenda om beter te begrijpen hoe de Commissie werkt. En er komt een aantal conclusies uit. Dat de Europese Commissie, dat dat vakmensen zijn. Dat blijkt uit het onderzoek. Ja. Je ziet ook dat de Europese Commissie machtiger wordt bij default. Hè, omdat lidstaten wat zwak zijn, geven ze ook graag bevoegdheden aan de Europese Commissie om hun problemen op te lossen. Je ziet het Europese parlement, dat ook de Europese Commissie stimuleert om ambitieus te zijn. Hè, bijvoorbeeld als commissaris worden benoemd, geeft het Europese parlement, mijn buurman, dan ook nog graag wat eisen mee, hè, wat de Commissie moet gaan doen. Dus daar komen die ambities vandaan. Nou, zo krijgen wij een beeld van de Europese Commissie, een zeer vakkundige club, ambitieus, mede gevoed door het Europese parlement. Ja. Er is nog veel meer over te zeggen, maar dat kort. Ja, oké, okay, prima. Maar als ik me goed herinner, stond er in dat rapport ook dat de commissie eigenlijk terug moest naar een soort toezichthoudende taken. Hè? Dus, en zich minder politiek moest engageren. Daar was u het volgens mij ook wel heel erg mee eens, toch? Ja, de vraag is, is de commissie nou te machtig of niet? Nou, als VVD zeggen we vaak, maar ook andere partijen in de Kamer, de commissie moet ook en vooral een onafhankelijke toezichthouder zijn als het gaat om de stabiliteits- en groeipact, als het gaat om de rule of law. En dat moet de commissie doen. En dan moet je oppassen dat je niet een geopolitieke commissie wordt, die bijvoorbeeld om de eenheid van de Europese Unie maar te bewaken niet de vinger op de zere plekken legt als het gaat om stabiliteits- en groeipact en bijvoorbeeld Polen. Dat gebeurt te weinig nu. Gevoerd. Ja, je kan daar steviger achteraan. Ja. Maar er is wel degelijk een discussie gevoerd van moeten we nou Polen aanspreken, terwijl we eigenlijk een eenheid moeten zijn, dus laten we vriendelijk doen tegen elkaar om maar sterker te staan in de buitenwereld. Helder. Ja, Anke Truijen, mevrouw Truijen, moet ik zeggen. U heeft jarenlang rondgelopen daar in Brussel, in de Juncker-tijd. Had u het gevoel dat het toen een meer politieke commissie werd, zeg maar? Had u het gevoel dat er vanuit de commissie meer als een soort regering werd gekeken naar Europa? Het gevoel wat ik aan de Juncker-commissie heb overgehouden was juist een beetje het richtingloze wat vanuit de commissie uitgaat. Maar dat kwam ook omdat dat de commissie vooral bezig was met crisisbeheersing. Ja. Economische crisis, vluchtelingencrisis. Reactief. Reactief, ja. Aanslagen in Parijs, heel erg reactief. Waardoor inderdaad het de tien plannen van Juncker die hij wilde uitvoeren bij zijn aantreden gewoon niet echt van de grond kwamen. En hier en daar zijn inderdaad wel wat dingen gerealiseerd, maar wat ik me vooral herinner is crisisbeheersing. En juist ook dat landen dat naar zich toe trokken. Dat zag je met migratiecrisis, denk aan de Turkije-deal. Ja. En ook werd net al genoemd het initiatief van de commissie om toch die verdeling van vluchtelingen door te duwen. Dat totaal niet werkte. Ja, dus je averechts zag bijna. Totaal averechts, dus je zag ook een hele worsteling en met de Europese Raad en de Europese Commissie om te zoeken naar een aanpak. Ja, oké. Bas Eickhout, als Europarlementariër heb je natuurlijk regelmatig met de commissie te maken. Is het inderdaad een beetje de machtsbeluste moloch die we ervan maken? Hè? Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat toen de nieuwe commissie aantrad, toen was een van de nieuwe eurocommissarissen de Spanjaard Cañete. Die zou zich over klimaat gaan buigen. De GroenLinks was daar heel erg bezorgd over, want de man had oliebelangen. Dus dat gaf een enorme discussie. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat hij in een later stadium eigenlijk heel goed met hem kon samenwerken. Bijna verdacht goed. Hè? Dus wat gebeurt daar dan? Ik bedoel, wat voor instituut hebben we mee te maken? Wat bedoelt u met verdacht bijna, zou ik zeggen? Ik heb geen oliebelangen, dat laten we dan maar meteen duidelijk maken. Okay. Nee, genoteerd. Ja, is genoteerd. De commissie, het zijn gewoon mensen.
Er wordt altijd gedaan alsof Brussel vol gebouwen staat. Dat is ook zo. En vaak inderdaad lelijke gebouwen. Maar daarin zitten mensen die proberen beleid te maken. En bijna al het beleid dat de commissie maakt, komt ergens vandaan. Wordt of door lidstaten gepusht of inderdaad door het Europees Parlement. De commissie kan helemaal niet uit zichzelf macht naar zich toe halen. Als je het hebt, er wordt altijd gezegd, ja, er wordt macht naar Brussel. Ja, wat bedoelen we daarmee? Mm-hmm. In de verdragen staat gewoon heel duidelijk waar de commissie over gaat. Ja. Dus zij kunnen niet in één keer zeggen, nou, laten we het hierover hebben, want die macht hebben ze gewoon niet. Dus altijd maar dat beeld oproepen dat er een soort, zeg maar, dat de ambtenaren zitten, die zitten 's morgens uit het raam te staren en te denken, welke macht zal ik vandaag eens weer gaan naar mij toe trekken? Echt, dat zijn gewoon ambtenaren, vaak gewoon hele goede juristen die goede wetten maken op basis van die onderwerpen waar ze over mogen praten. En tuurlijk probeer ik dan, ik ben politicus, ik ben GroenLinks'er, probeer ik op mijn thema's te zorgen dat die commissie dan meer op mijn thema's mijn kant op gaat. Dat heet politiek. Ja. Nou ja, dat zou ik het zo wat, willen. Wat ik mij altijd heb afgevraagd, hè, is in hoeverre nou het succes, uw succes in zekere zin afhangt van de persoon met wie u te maken heeft. Hè? Want het is altijd een soort tombola. Van, je weet nooit precies wie er uit welk land eurocommissaris gaat worden. Daar zitten heel veel politieke machinaties achter die we niet altijd precies kennen. En je kunt ook de pech hebben dat er op klimaat een totale onderknuppel zit. En daar moet je het dan mee doen 5 jaar. Dus is het heel erg afhankelijk van de persoon met wie je te maken hebt uiteindelijk? Ja, omdat het dus ook een mensending is, is het uiteindelijk, er wordt vaak een complotte gedacht, uiteindelijk is het heel banaal vaak welke mensen zitten er en op welk moment zitten die er. En dat is ongelooflijk belangrijk, om maar even heel oneerbiedig te zijn, de afgelopen 5 jaar zat er niet de sterkste eurocommissaris op milieu. En dat is een understatement, dat bijna het niveau wat jij net zei. Mm-hmm. Daar is dus heel weinig gebeurd. Op klimaat hadden we Cañete, waar je het over had, ja, daar was ik ongelooflijk kritisch over, maar het is wel een politicus. Ja. En die heeft dus wel meteen, nadat we die moeilijke hoorzittingen hadden gehad met flink wat confrontaties, is hij daarna wel naar mij toegelopen. Oké, zand erover, dat was toen en nu moeten we politiek bedrijven. Ja, want heb ik veel kunnen doen met iemand. U had hem het vuur aan de schenen gelegd tijdens die hoorzittingen? Ja, omdat hij had gewoon belangen in oliebedrijven. Ja. En een man met oliebedrijven op klimaat zetten vond ik niet echt het allersterkste idee. Nee. Goed, maar daarna gingen jullie toch bijna hand in hand naar klimaattoppen en zo. Ook dit moet ik toch weer misschien iets minder romantisch maken. Maar nee, goed, kijk, uiteindelijk wat gewoon interessant is, dat was wel een politicus die het gevoel had van, nou oké, ik ga nu op klimaat en de enige manier om een beetje dan succes te hebben is door op klimaat meer te doen. Ja. Dus heb ik met hem kunnen dealen, absoluut. Maar dat is gewoon politiek bedrijven, omdat er een goed politicus zit. Wel uit een totaal andere politieke hoek, maar wel iemand die politiek begrijpt. Ja, maar dat heb je wel nodig om wat voor elkaar te krijgen. Dus u hebt nu eigenlijk heel veel geluk, want nu zit Timmermans daar. Ja, absoluut. Ja. Is dat een verbetering ten opzichte van Cañete? Ja, omdat hij hoger in de pickorde zit. Dus hij kan in principe nu ook andere commissarissen aansturen. Juist, ja. Maar daar zit ook nog gewoon heel veel verzet. Ja. Die Green Deal, daar kunnen we het heel lang over hebben, maar dat is tot nu toe niets anders dan een aankondiging, wat wel een nieuwe wind lijkt te laten waaien, maar het verzet in die DG's, dus wat eigenlijk ministeries zijn wat je zo niet mag noemen, daar zitten landbouw, daar zitten de energiebelangen, daar zitten gewoon de oude transportbelangen, dat is niet in één keer helemaal weg. Nee. Dus Timmermans moet nog wel aan de bak. Oké, meneer Mulder, even terug naar u. De Green Deal, dat is natuurlijk gewoon een enorme ambitie. Dat klinkt hartstikke goed. Hè? We gaan voorop lopen in de wereld, et cetera. Wat kunt u daarop tegen hebben? Ambitie is goed. Ja, nee, het eerste belangrijk is, klimaat, dat is een grensoverschrijdend probleem. En dat is ook voor heel veel Nederlanders een zorg. Dus dat is typisch iets wat je op het Europese niveau moet zien op te lossen met alle lidstaten samen. En dan moet je ook ambitieus zijn. Dus dat is op zichzelf goed. Eén ding, met klimaat moet je oppassen, dat geldt ook in Nederland. Je moet wel zorgen dat de mensen mee kunnen. Hè? Als je mensen angstig maakt van, u gaat in één keer een dubbele energierekening krijgen binnen een paar jaar, u moet uw levensstijl opgeven, dan krijg je de mensen niet mee. Want als je aan mensen vraagt, wilt u wat doen aan het klimaat? Aan de klimaatverandering zeggen ze ja. Wilt u daar meer voor betalen? Zegt de meerderheid nee. Dus die balans gaan zoeken, dat je de mensen meekrijgt, dat wordt de grote uitdaging. Maar het is typisch onderwerp wat je op Europees niveau moet regelen. Ja.
Mag ik daarop inhaken? Absoluut, ja, heel graag. Wat ik interessant vond, en hier ook al om even naar Van der Leyen te gaan, wat je in december bijvoorbeeld zag. Van der Leyen wil inderdaad heel graag die Green Deal prominent onder de aandacht brengen. Dat doet ze ook zelf. Dat laat ze niet alleen aan Timmermans over, dat wil ze graag ook zelf doen. Maar je zag ook, juist omdat de commissie daar zo'n vaart achter zette, kon de Europese Raad, lees ook de nieuwe voorzitter Michel, niet achterblijven. En moest hij dat agenderen op die Europese top, wetende dat er drie landen zijn die toch ook moeite hebben met die nieuwe plannen. En dat vond ik wel interessant om te zien. En misschien is het al, we moeten zien hoe dit allemaal uitpakt, maar ze zijn al uit de startblokken nu. Dus ja. Je ziet dus dat de commissie ook een soort van aanjager is. Precies. Om iets op een hoog niveau te tillen. En Europese politiek is natuurlijk vaak wie het eerst. Het is vaak een kwestie van het terrein bezetten, zoals precies. Ik het een Nederlandse diplomaat ooit hoorde zeggen. En ik vond het een hele mooie uitdrukking. Maar dat sluit hier goed bij aan. Meneer De Vries, ik vraag me toch af, waar ik altijd huiverig voor was toen ik EU-correspondent was, was dat Juncker begon natuurlijk ook met heel veel ambitie. Hè? Ik weet nog dat ik Barroso was net weg en ik had toch het gevoel van opluchting van nou, die is weg en nu komt er iemand met een beetje raar gevoel voor humor, niet iedereen begreep hem en zo, maar het was wel een bijzondere figuur in alle opzichten. Dus ik had zoiets van dat is best goed en na een aantal jaar kwam toch een beetje de teleurstelling van het lukt op de een of andere manier. Het kwam natuurlijk ook een beetje door de migratiecrisis, maar goed, mijn vraag aan u is toch van zijn altijd uiteindelijk die grote ambities, zijn die uiteindelijk niet, is dat toch niet heel gevaarlijk wat de commissie nu doet met de Green Deal hè, bijvoorbeeld? Ja en nee. Kijk, als je politiek te hoog mikt en dus erg laag uitkomt, dan stel je mensen teleur en dat werkt contraproductief. Ja. Want dan zeggen mensen, kijk, daar heb je politici weer die ons iets komen verkopen en het niet waarmaken. Ja, ze bakken er niks van. Aan de andere kant heb je ook instanties nodig die het lef hebben om voor de troepen uit te lopen. Leiderschap te tonen. Dat is ook politiek. Iets durven zeggen wat nodig is, terwijl het nog niet algemeen is aanvaard. Nou heeft Anne Mulder denk ik volstrekt gelijk als hij zegt, ja, maar daar moet het niet bij blijven. Dan moet je wel werken aan draagvlak. Ik denk dat het absoluut waar is. Maar in de taakverdeling tussen de commissie en de regeringen hebben beide daar een rol. De regeringen hebben de commissie aangemoedigd om Europa te helpen mondiaal leiderschap te laten zien op het klimaatdossier. Dat is gebeurd. Ja, je kunt daarbij plussen en minnen. Maar Europa loopt daar wereldwijd voor op. Ja, Rutte ook, hè? Omdat de lidstaten de commissie dat hebben gevraagd te doen. Ja. Vervolgens moet de commissie wel uitkijken dat die lidstaten ook wel weer mee blijven lopen. Dus je hebt die beide nodig. Maar ik denk dat dit nou bij uitstek een terrein is waarop Europa een taak heeft in de wereld. Waarbij je moet oppassen dat je niet aan micro-wetgeving doet en de lidstaten dus vrijheid gadelaat. Maar wel moet zeggen, jongens, als we iets afspreken, dan gaan we dat ook doen. Ja, maar nu zullen de lidstaten natuurlijk zeggen, er is leiderschap. Hè? Want de Europese Raad, hè, waar de regeringsleiders in samenkomen, die is natuurlijk een stuk machtiger geworden in de afgelopen jaren. Die heeft de eurocrisis naar zich toe getrokken, de migratiecrisis tot op zekere hoogte ook. Kortom, zij zullen zeggen van ja, maar er is wel degelijk leiderschap, want we zitten hier in een club met een club leiders en die nemen beslissingen. Maar een beslissing die alleen maar een headline oplevert, daar heb je niet veel aan. Je hebt twee dingen nodig. Je hebt het politieke besluit nodig om iets te gaan doen en dat komt tegenwoordig van de Europese Raad. De Europese Raad heeft de motorfunctie van de commissie overgenomen als het gaat om de belangrijke initiërende rol. Maar tegelijkertijd moet het zaakje dan nog wel worden vormgegeven in wetgeving en begroting. Ja. En dat is ondankbaar werk, dat is vaak technisch werk, dat is vaak minder zichtbaar werk, maar zonder dat werk gebeurt er geen klap. Ik zie, is waar de commissie zijn taak ik heeft. Ik zie meneer Eickhout heel bedenkelijk knikken hierbij. Ik moet zeggen, het was echt een heel mooi verhaal van de heer De Vries, dus dat geen spel tussen te krijgen. Maar ik vind hier het iets te makkelijk, omdat de Raad is zelden eensgezind. Ook, we moeten niet zo praten alsof die instituties één zijn. De Raad is hopeloos verdeeld op ongeveer alles. En wat je dus heel vaak ziet, is dat er landen zijn die willen dat er iets gebeurt, dat dat niet lukt en dat het dan inderdaad de commissie is. Dus die motor is een haperende motor of wordt, zeg maar, twee linkerwielen willen wel, maar de rechterwielen niet. De commissie zorgt ervoor dat die hele auto gaat rijden. En dan ben je dus soms
die uitvoerder, maar soms ook die aanjager. En dat moet de commissie ook beide zijn. Dus ik vind het te simplistisch om te doen, nou, de raad stippelt het uit en dan volgt de commissie, omdat die raad, dat gaat alle kanten op. Vind je dat simplistisch of ben je bang dat het zo is? Nee, het is niet zo. Ja. Tenminste, en dat is even, het was zo met Juncker. Ik ben uitermate kritisch op Juncker, omdat wat hij precies verkeerd deed, was grote woorden gebruiken. Dit is de commissie van de laatste kans. Ja, nou, ja. Dan denk je, nou, dan komt er wat. Het was te alarmistisch, vond u. Ja. En vervolgens kwam er bar weinig uit. Ik vond het heel mooi, de voorbeelden die de heer De Vries noemde, privacyverordening, is gestart onder Barroso. Canada en Japan vrijhandelsverdrag, gestart onder Barroso. De roaming. Roaming gestart onder Barroso. Klimaat, de klimaatdoelen, afgesproken in 2014, ja. Voor Juncker kwam. Echt waar, op bijna al die fronten heeft Juncker niets geïnitieerd. Waar hij het heeft gedaan is inderdaad het investeringsplan, maar dat was veel minder ambitieus dan wat er uiteindelijk is gebeurd. En bij de migratie het verdelingsvraagstuk, en daar is hij helemaal op nat gegaan. Dus ik vind de erfenis van Juncker uitermate teleurstellend, omdat hij juist grote woorden heeft gebruikt, maar niet heel veel daarachter heeft gedaan. Wat je nu ziet, en dat is een nieuwe wind van de Leyen, is dat ze, ja, ze gebruikt grote woorden, maar ze wil ook met een programma komen. Of dat gaat lukken, dat is nu de vraag. Maar we zien wel weer een commissie die niet alleen in woorden, maar ook met ideeën in ieder geval iets nieuws wil. Ja, meneer Mulder, wat is uw eerste indruk van Ursula von der Leyen? En want zij heeft, zeg maar, na de politieke commissie van Juncker hebben we nu de geopolitieke commissie. Ze blaakt van ambitie, durf ik wel te stellen. Wat voor gevoel krijgt u daarbij? Ik vind Europa is een enorm geslaagd project. We hebben op het continent, althans in de landen die nu de EU zijn, hebben we geen oorlog meer gehad. We zijn een enorm handelsblok. Maar mijn zorg, en dat heb ik net al laten blijken, is het draagvlak. Gijs de Vries noemde een aantal onderzoeken. Ik had uit die onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de Nederlander wil wel bij de Europese Unie zijn. Maar dat is heel pragmatisch bijna, want we zijn economisch beter af. We zijn in de wereld als een blok beter af. We zijn ook een beetje bang voor Rusland, China, het Midden-Oosten. Brexit heeft de Europese Unie ook weer wat populairder gemaakt. Maar het houdt niet over. Hè? Nederlanders willen niet meer betalen, althans de meeste, aan de Europese Unie. Ze willen geen uitbreiding van de Europese Unie. Dus ik ben aan het kijken van wat moeten we grensoverschrijdend oplossen en hoe hou je de bevolking daarbij? Want Brexit, daar maak ik me zorgen over. Want een land heeft toch gezegd, we stappen eruit. Het moet toch een wake-up call zijn voor al te grote ambities. En dan moet je concentreren op grensoverschrijdende problemen, klimaat, veiligheid. Maar als ik kijk naar de agenda van mevrouw von der Leyen als het gaat om minimumloon, dan denk ik, ja, is niet typisch een Europese taak. Moet je misschien ook niet willen. Concentreer je nou op de zaken die echt grensoverschrijdend zijn. En blaas ook niet te hoog van de toren, zodat je de mensen bij je houdt. Dat lijkt mij de kunst. Bent u ook bang dat u noemt het minimumloon, wat natuurlijk toch een soort vorm, of ja, dat is gewoon sociaal beleid, waar de EU zich in het verleden niet echt mee bezig hield. Bent u bang dat soort dingen vaker boven komen drijven door het vertrek van de Britten? Ja, dat weet ik wel zeker. De Britten hadden dit denk ik niet geaccepteerd. En dan komt gelijk het minimumloon en dan gaat het over sociale of Europese WW-stelsels. De bevolking in Nederland gaat afhaken. En dat is mijn angst voor dit soort grote plannen, dat je juist het tegenovergestelde bereikt. Je wil namelijk een Europese Unie die problemen oplost, maar het lijkt op een doordenderende trein en dan gaan mensen aan de breek hangen, zoals in 2005, maar ook bij het Oekraïne-referendum. En dat is mijn zorg. Ja. We moeten nu toch even ingrijpen. Ja. We moeten ingrijpen. Nee, omdat er is heel veel ontevredenheid over Europa en het klopt, Nederland heeft een redelijk pragmatische, zeg maar, liefdesloze relatie met Europa over het algemeen. Maar de kritiek, ook die kritiek gaat weer vele kanten op. Waar sommige mensen zich ergeren aan te veel regels, zijn er juist ook weer andere kanten die vinden dat Europa niet sociaal genoeg is. Die kritiek komt van twee kanten en het is prima om een politieke discussie te houden over welk Europa wil je dan, maar ga niet doen alsof er een soort één mening is over dit is waar nu de kritiek van komt en daarom moeten we dat een bepaalde kant op. Dat is een politiek. Kijk, dat een VVD'er zegt, ik moet niks hebben van dat sociale beleid op Europees niveau, snap ik.
Maar ik als GroenLinkser wil juist dat Europa die een interne markt heeft gemaakt, waar bedrijven optimaal van profiteren, maar nu te vaak juist ook de werknemers tegen elkaar kunnen uitspelen, dat Europa daar ook een meer beschermende functie. Dat is een ander Europa. Dat is de politieke discussie, maar doe nu net niet alsof wij precies weten wat de Nederlander als kritiek heeft op Europa. En dat was mijn kritiek op Juncker wederom. Die had ook dat nogal VVD-achtige idee. Nou, weet je wat? We gaan... Dat is een verwijt, hè? Dat is een verwijt. Ja. Maar ik denk dat de ene helft van de zaal dat ook prima door had. Dat de better regulation. Dat was gewoon een dereguleringsagenda die het bedrijfsleven heel graag wilde zien. Ja, daar waren wij heel erg kritisch op. Nou ja, dat is de politieke discussie die we moeten hebben. Wat voor een Europa wil je? En laten we dan wegblijven van dat we het precies weten wat de Nederlander als kritiek heeft op het huidige Europa. Meneer De Vries, dus eigenlijk komt het erop neer dat we de kiezer van ons aan het vervreemden zijn met overmatige ambitie. Maar om... Heb je nou wel geluisterd, meneer Alonso? Oh, je zei wat. Oh, sorry. Dat veronderstelt dat er een kiezer is die iets vindt. Maar er zijn veel kiezers die veel dingen vinden. Ja. En soms vinden mensen ook wel eens tegenstrijdige dingen. Zo heb ik net geciteerd dat er nogal wat Nederlanders zijn die vinden dat de Europese Unie niet te machtig moet worden, maar die tegelijkertijd meer Europese veiligheids- en defensiesamenwerking willen. Wij zijn denk ik allemaal reuze voor hoge sociale voorzieningen en voor een goed niveau van onderwijs, sociale zorg, cultuur en dergelijke in ons land. En tegelijkertijd willen wij het liefst toch wat minder belasting betalen. De kiezer met een mening bestaat niet. Het is waar dat je moet oppassen, zeker als het gaat om gevoelige dingen als grensoverschrijdende samenwerking, dat je mensen niet nodeloos van dat project vervreemdt door de indruk te wekken dat het een denderende trein is die met gesloten deuren en zonder machinist op weg is naar een onbekende bestemming. Er moet wel een rem zitten op dat systeem. Die is er overigens ook. Maar gelijktijdig moet je werken aan draagvlak bij die mensen die zeggen, maar we moeten wel een aantal dingen ook samen oplossen. En dat mis ik een beetje in het betoog van veel Nederlandse politici. Die hebben het wel over wat Europa niet moet doen en spreken daar verstandige dingen over. Maar ik hoor ze zo verdraaid weinig over de dingen die Europa wel moet doen en waar Nederland dus ook best eens wat ruimhartiger en wat positiever over zou kunnen zijn. Ja, dat brengt mij op mijn volgende vraag aan mevrouw Truijen. sorry. Maar u hebt natuurlijk in Brussel gewerkt, u hebt hier gewerkt. U kunt het een beetje vergelijken van hoe de discussie daar is en hoe de discussie hier is. En wat valt u dan op? Ja, grote vraag. Nee, ik was nog even aan het denken, want om nog even aanhakend op de heer De Vries. Dat mag ook. Ik denk dat Brexit wat dat betreft echt kansen biedt. Het is, Brexit is eigenlijk het alternatief voor lidstaten die gewoon niet blij zijn in de EU. Je kan eruit, er is een uitgang. Ja. En we hebben gezien hoe dat afgelopen 3 jaar is gegaan. En het wordt ook natuurlijk nog heel spannend. Maar ik denk dat is al... Dat heeft de EU, denk ik, wakker geschud. En ik denk dat dit ook een moment is om na te denken, ja, waar moet de EU dan op focussen? Het is niet zo dat we de ontevreden Britten, dat we daar heel goed naar moeten luisteren, waar zijn dan ontevreden mee? Maar dat we duidelijker moeten kiezen. En ik denk dat dit jaar, ook met de onderhandelingen over het meerjarig budget, dat je daar hele duidelijke keuzes in kan maken van waar zitten de prioriteiten? Hoe kunnen wij, juist ook voor Europese burgers, veel meer gaan betekenen, duidelijker zijn waar we hiervoor zijn? Ja, want dat heeft Brexit, ik bedoel, er is in geen enkel land zoveel debat gevoerd over wat de Europese Unie nou inhoudt als in het VK. Ja, maar u zegt terecht dat Brexit in zekere zin een soort wake-up call was. Hè? Maar hebben we er ook iets van geleerd? Hè? Dat is namelijk, de vraag is namelijk, je hoort ook vaak het verwijt van ja, de EU is wel heel erg koppig in die onderhandelingen. Hè? En misschien had de EU dit moment moeten aangrijpen om bijvoorbeeld
wel te gaan praten over het vrij verkeer van personen. Hè, dat soort zaken. Die ja. gewoon waarvan men zegt dat die de Britten naar de uitgang hebben ja. gestuurd. Vindt u dat daar ook meer een debat over gevoerd zou moeten worden? Zeker. Alleen het wordt al heel snel als zwakte gezien. Juist omdat we nog in de onderhandeling zitten, kunnen wij nu niet gaan zeggen, ons migratiebeleid, daar moeten ze wat aan doen. Dus het is misschien nog te vroeg. Ja. Maar wat je wel ziet, is een soort van nieuwe dynamiek. De Britten zijn eruit. Dus er moeten nieuwe coalities gevormd worden. Landen moeten elkaar opnieuw gaan opzoeken. Nieuwe landen die misschien een paar jaar geleden nog niet zoveel met elkaar wat op hadden. En ik denk dat er ook dus nieuwe dynamiek ontstaat om te kijken van waar moeten de prioriteiten liggen? Waar kunnen we meerderheid voor vinden om bepaald beleid echt van de grond te krijgen? Ja. En ik denk daar is Brexit een hele goede les voor Brexit geweest. Als kans. Ik zag meneer Mulder net bedenkelijk kijken. Ja, ik vind Brexit, daar heeft een land niet aan de noodrem getrokken. Die zijn er gewoon afgeschaald. Ja. Gewoon uitgestapt. Ja. En als ik dan de reactie zie, dan zie ik weer een hele ambitieuze Europese commissie. Is dat dan het juiste antwoord? Dan komt er een conferentie over de toekomst van Europa. Nou, hoe dat eruit gaat zien moet nog blijken, maar spitsenkandidaten, transnationale lijsten. Zitten mensen daar nou op te wachten? Ik heb de indruk dat iets te veel mensen in Brussel denken, mooi, de remmers in vaste dienst zijn weg, nou kunnen we door. En dan heb je het precies verkeerd begrepen en dan loop je het risico dat het draagvlak, en daar ben ik weer, voor de Europese Unie juist afneemt. Zitten mensen daar op te wachten, meneer De Vries? U hebt natuurlijk al eerder in de conventie gezeten, destijds, lang geleden ook weer. Maar er gaat nu weer zoiets gebeuren. Om maar eens even bij het recente verleden te blijven. Ja. Ik heb ook een tijdje in Oxford gewoond, tot voor kort eigenlijk. En dat hele debat over de Brexit dus in Engeland op straat meegemaakt. En een van de lessen die ik daaruit trek, om uw vraag te beantwoorden, hebben we voldoende geleerd, is dat we niet genoeg geleerd hebben. Want een van de belangrijkste redenen waarom het in het Verenigd Koninkrijk is misgegaan, is omdat Britse politici van meerdere partijen decennia lang hebben geweigerd om uit te leggen waar de Europese Unie voor was. De mensen de indruk gegeven dat het alleen ging over een beetje handel en wat vis en wat landbouw. En dat voor de rest het Verenigd Koninkrijk zijn eigen gang kon gaan en er eigenlijk verder niet veel mee te maken had. Daar kwam toen het probleem van de migratie overheen, waar Blair fouten heeft gemaakt, maar dat kunnen we laten lopen. Maar de les die niet geleerd is, is dat je als nationale politici moet werken aan je draagvlak voor Europa. En dus niet alleen moet uitleggen wat je niet wilt, maar ook wat je wel wilt en waarom. En om dat laatste een voorbeeld te maken, Nederland is voor meer Europese defensiesamenwerking. Binnen de NAVO. Daar werkt Defensie ook aan. Maar ik hoor daar Den Haag zo weinig over. Spreek daarover. Dat sluit aan bij de wens van Nederlanders om meer Europese veiligheids- en defensiesamenwerking te krijgen. We kunnen het meteen aan Den Haag vragen. Wat wilt u, meneer Mulder? Ja, ik begrijp wat de heer De Vries zegt, hè, over Britse politici. Ja. Daar kun je heel veel van zeggen. Over Boris Johnson als journalist kun je veel zeggen. En wat ze nog meer hebben gedaan. Maar pas op voor de politicus die komt zeggen, ik kom het u nog één keer uitleggen. Ik probeer dat altijd te vermijden. Ja, waarom eigenlijk? Is dat niet, zijn volksvertegenwoordigers ook niet... Is dat niet een beetje de taak van een volksvertegenwoordiger ook om aan het volk uit te leggen hoe het zit en wat er moet gebeuren? Zeker, maar je moet oppassen. Als je leidt, moeten de mensen ook nog je rug kunnen zien. En als je te ver vooruit bent, dan verlies je het helemaal. En dan Europese Defensie... Ja, maar ik zie allemaal heerlijke. Ik vind het altijd een leuke zaal, want mensen reageren heel expressief. Daar bijvoorbeeld. Dus pas op. Maar ze mogen geen boel roepen. Mijn zorg is de draaf. Kan dan Europese defensiesamenwerking, die gebeurt al. Hè. We werken samen met de Belgen, met de Britten. En dat kan nog een stuk beter. Want we gebruiken heel veel verschillende wapensystemen. Nou, dat kan een stuk. Maar ik wil toch nog even terug naar het punt wat meneer De Vries maakte. Want vorige week was bijvoorbeeld Johannes Hahn hier op bezoek om over de EU-begroting te praten. En ik kan niet anders dan constateren dat inderdaad iedereen alleen maar aangaf wat het niet wilde. Hè? Tijdens het gesprek in de Tweede Kamer was een vrij negatief ingesteld gesprek. Ik hoorde niemand zeggen van het toekomstbeeld dat wij hebben van de EU is dit en dat. Of wij willen meer aandacht voor dat.
Mag ik daar iets van zeggen? Ja, ja. Kijk, in Nederland hebben we het gebruikt dat als je extra geld wil uitgeven, dat je ergens anders bezuinigt. Ja. Heeft de Europese Commissie, doet dat niet. Die laten eigenlijk de agenda van de jaren 80 met cohesie en landbouw voor een heel groot deel in stand. Ja. En tegelijkertijd hebben we nieuwe prioriteiten, migratie, veiligheid, klimaat voor extra geld. Maar je kan dat doen door op het ene te bezuinigen en het aan de andere uit te geven. Ja, maar dat gebeurt niet. Een interruptie van meneer De Vries. Maar dan moet ik aan de Nederlandse kiezer uit gaan leggen. Ja. Ja, we gaan bezuinigen op zorg, sociale zekerheid, omdat Europa niet wil bezuinigen. Dat is een lastige boodschap. Ja. Niet allemaal tegelijk. Ik begon nog zo vriendelijk dat we allemaal het beste willen voor Europa, wat ook waar is. Maar pas op hoor, dat draagvlak, en ik zeg het u, is niet vanzelfsprekend. Meneer De Vries. Nou, wat Anne Mulder zegt is waar, maar niet waar genoeg. Het is waar, want inderdaad wil de Europese Commissie vaak niet bezuinigen op alle mogelijke activiteiten. Dat is waar. Maar pas op, het is niet voldoende waar. Want een belangrijk probleem in de Europese begroting, en waarom het dus heel moeilijk is om te schuiven tussen verschillende groepen uitgaven, bijvoorbeeld van landbouwbeleid naar defensie, is omdat de lidstaten hebben afgesproken dat er binnen die begroting nationale envelops zijn, waarbij elk land van tevoren bepaalt hoeveel centen ze terug willen krijgen. Dat is het grootste deel van de begroting. Dat is en het landbouwbeleid en een groot deel van het regionaal beleid. En daarom heb ik een probleem met de insteek van de Nederlandse regering op dit moment in die begrotingsdiscussie. De Nederlandse regering wil twee dingen en die zijn moeilijk te verenigen. Mm-hmm. Het eerste is, wij willen eigenlijk graag, daar ben ik het zeer mee eens, meer geld voor zaken als onderzoek en ontwikkeling. Daar ligt de Europese toekomst. Daar moeten we onze concurrentiekracht mee vergroten. Maar vervolgens zegt de Nederlandse regering ook, maar het totaal van de Europese begroting moet naar beneden. En dat bezuinigen we graag op landbouw en regionaal beleid, wat belangrijk is voor andere landen. Wat zeggen die andere landen dan? Oh, als jullie willen bezuinigen op wat voor ons belangrijk is, dan bezuinigen wij graag op wat voor jullie belangrijk is, namelijk onderzoek en ontwikkeling. Ja, ja. Je kunt dus die twee standpunten moeilijk met elkaar verenigen. En daar mis ik dus een moedig beleid waarbij Den Haag zegt, wat belangrijk is in de huidige tijd, is een aantal prioriteiten volgen, zodat Europa sterker staat in de wereld. Economisch, politiek en in de veiligheid. En dan kom ik toch even terug op mijn vraag aan mevrouw Truijen over het verschil tussen Brussel en Den Haag. Het debat in Den Haag, is dat erg wennen als je terugkomt uit Brussel? Ja, ik vind het heel lastige vragen. Ja, sorry. Ja, je hebt het moeilijk voor de, ja. De makkelijke zijn op. Het is niet verteld van tevoren. In de zin van, je bedoelt dat er op een andere manier wordt gedebatteerd en gekeken naar... Ja. De omgang met journalisten, laten we het daarover hebben. Hoe was de omgang met journalisten bij de commissie? In Nederland hebben wij het vrij makkelijk, want je hebt niet in elk land bijvoorbeeld dat er voorafgaand aan een Europese Raad in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de inzet van Nederland. Dus dan wordt het al duidelijk waar en hoe ver de premier kan gaan in de Europese Raad. In andere landen, veel landen heb je dat niet. Dus ik moet zeggen, soms wordt dat dan wel heel... gaat dat lang door over één onderwerp, terwijl vaak op Europese raadagenda veel belangrijke dingen staan. En vaak wordt zo'n raad ook nog eens een keer overheerst door het actuele nieuws, waar wij als media dan graag vooral op springen, waardoor eigenlijk veel andere belangrijke punten weer een beetje ondersneeuwen. Dus dat moet ik toch als positief, dat Nederland dat goed heeft geregeld. Dus dat je best wel ook kan kijken van hoe... partijen in Den Haag in een Europees dossier staan. En met wat voor opdracht de minister... Of dat hoef je in Frankrijk niet te proberen. Precies, zeg maar. Ja. Oké, okay, dus dat is positief. Oké, okay, nou, dat is goed om te horen. Ja. Ja. In Frankrijk hoeft Macron niet eens naar het parlement. Hij mag er niet eens komen. Hij mag er niet komen zelfs. Nee. Okay. Makkelijke baan heeft hij. Ja, wil hij ook niet, hoor. Wil hij ook niet. Maar goed, in ieder geval, ik vraag me toch een beetje af... Hè, ik hoor veel geklagen over Juncker... ik denk dan toch al snel van, heeft die man dan echt alles fout gedaan? Ik wilde misschien toch een paar dingen uitleggen die ik zelf wel interessant vond. En misschien dat meneer Eickhout daar dan iets over kan zeggen. Maar hij heeft natuurlijk toch heeft dat white paper over de toekomst van Europa, heeft hij bijvoorbeeld geproduceerd, waar Van der Leyen nu op aan het voortbouwen is, in zekere zin. Dat, en dat is een goede ontwikkeling, toch? Of zie ik dat fout?
Weet jij de 5 scenario's nog uit dat white paper? Nee, heel veel samenwerking tot en met heel weinig samenwerking. Je kunt het altijd over de toekomst hebben, maar ik vond dat white paper nou niet echt... Dat was bedoeld om een discussie op te roepen, dat is nog niet echt gebeurd. Ik ben zelf trouwens... We moeten die discussie voeren. Ik heb ook mijn twijfels over zo'n toekomstconferentie. Ik bedoel, dat is heel... Vinden jullie elkaar? Ja, dat heeft meer te maken dat het heel erg ingestoken is door Macron. Die denkt daarmee een soort Europa-debat te entameren in Europa. Ik heb daar wat twijfels over. Terwijl, ik vind wel dat het moet gebeuren. Maar we hebben nog niet de juiste manier. En wat je nu weer ziet, is die mechanismen dat het toch weer een beetje dezelfde EU-professionals zijn die gaan proberen daarover te discussiëren. Dat lijkt mij niet de beste manier. Ja. Dus hoe kunnen we niet op een betere manier die toekomst van Europa bediscussiëren? En dan wil ik toch even terug naar die Tweede Kamer. Absoluut gelijk dat de Tweede Kamer samen met in Denemarken, Zweden, dat soort landen eigenlijk de beste controle hebben over wat bewindspersonen in Brussel zeggen. Dat geeft dus veel te denken, hè? Want we weten nog heel vaak niet wat de bewindspersonen zeggen, zelfs niet de Nederlandse bewindspersonen. Maar ik vind inderdaad dat het debat in de Tweede Kamer, als je die kans hebt, het is ongelooflijk defensief. Yeah. Kom nou eens met een positieve agenda en durf daarmee, want je hebt het, Anne, over draagvlak. Maar draagvlak is ook om eerlijk te zijn. Je weet dat Nederland uiteindelijk meer zal moeten betalen dan dat ze nu inzetten. Dit is een verliezerstrategie die de Tweede Kamer samen met het kabinet inzet. Ja. En als je dat al weet, en je weet dat de mechanismen bij die onderhandelingen zijn omdat elk land veto heeft. Hè, dat is zo belangrijk. Bij die meerjarenbegrotingsonderhandelingen heeft elk land een veto. 27 landen moeten het eens worden. Dat is een drama. Dat betekent koehandel. Wees daar eerlijk over. Dat is koehandel. Dat is gewoon echt banale koehandel. Ja. Wat is je prioriteit dan? Nederland, en dan is het een keus. Nu te doen alsof je kan zeggen, we willen en moderniseren en minder. Het is een leugen. Je zal moeten kiezen. Wil je modernisering of wil je minder? En Nederland kiest ook. In Brussel gaan ze echt, dat moderniseren is voor de bühne hier. Want in Brussel zet Nederland vooral in op minder. Ja. Wees daar dan ook gewoon eerlijk in. En by the way, je gaat hem verliezen. Oké. Dit lijkt me dan een goed moment om wat vragen te gaan stellen. En dan heb ik het vriendelijke verzoek om geen betogen af te steken. Dat is verboden. Er staat een bordje bij de ingang. Maar dat u dus vooral... U mag natuurlijk wel een klein, heel piepklein betoogje houden. Maar dat moet wel echt leiden tot een vraag. Er moet een vraag bij zitten, want anders dan... Wordt hij... Je hebt gelijk. Ja, dus Maaike gaat met de microfoon rondlopen. Ik zie daar Didier van de Europese Commissie. Ja. Ja. Goedemiddag. Didier Hebert, ik ben de permanente vertegenwoordiger van de commissie hier in Nederland. En het zal moeilijk zijn om geen betoog te houden, want er is zoveel gesproken over de commissie, dan over Europa, dan over de toekomst van Europa. Maar ik zou wel graag 5 kleine aantekeningetjes maken. Maar heel snel dan, hè? Politieke commissie. Ja, wat is het alternatief? Een bureaucratische commissie? Helder. Van... Ja? Ja. Goed. Juncker zei mij, politieke commissie is common sense. Ja. Als je voor austeriteit bent, jaag je de eurosceptici in Italië tegen jou in. Als je voor expansieve politiek bent, jaag je de austere politici in het noorden tegen jou in. Hoe kun je de kerk in het midden van het dorp laten? Common sense. Slogan, politieke commissie. Nee, niet alleen. Of minder. Big on big, small on small. Better regulation. Raadplegen. Wat zijn de grote thema's? Impactanalyses. En dan hoor ik Bas zeggen, nee, dat is helemaal niks. Dat is de Nederlandse methode. Polderen, impactanalyses en dan op een goede informeerde basis de beslissingen, de voorstellen maken. En dan het parlement en de lidstaten, inderdaad, laten beslissen zonder een impactanalyse te maken op de amendementen die zij voorstellen. Derde element, geopolitieke commissie of politieke commissie. Ja,
Moet Europa zich alleen maar bezighouden met zichzelf? Of moet het af en toe vragen stellen als er hulp gegeven wordt aan Afrika en Afrika dan in de Wereldhandelsorganisatie tegen de positie, het voorstel van Europa stemt? Of helemaal niet meewerkt aan de terugkeerpolitiek, geopolitieke commissie? Van der Leyen, aankondigingen. Punt 4. Ja. Ja. Wat is het alternatief? Stukje bij stukje voorstellen maken, specifieke wetten? Of eerst het grote plaatje tonen en dan, en dat zal er zijn, komen met specifieke voorstellen? En by the way, Arne, enforcement. Eergisteren was Margarethe Vestager daar. Ze zegt niet dat ze geen interesse heeft voor beleid, maar ze zegt enforcement. Toepassing. Is dat geen Nederlandse aanpak? Doe wat je voorgesteld hebt. Crisisbeheer. Laatste puntje. Sorry. Crisisbeheer. Ja, maar investeringsplan. Juncker zei, moest het niet gelukt zijn, dan zou het Junckerplan geweest zijn. Het is gelukt. 450 miljard investeringen in plaats van 300. Dan is het Europees investeringsplan. Laatste vraag waarop ik niet zal antwoorden. Voel ik hier een defensieve houding ten opzichte van Europa? Vraagtekentje. Misschien wel. Dank u. Het is heel interessant. Ik voel een boel woede bij de Europese Commissie. Ik denk dat het een hele goede zaak is. Ik kan me niet herinneren dat de vertegenwoordiger van de Europese Commissie zich zo openlijk in het debat mengde. En veel dank daarvoor. Wil iemand hier wat op zeggen? Want jullie zijn allemaal aangesproken, min of meer. Ja, ja. Hey, ik vind het hartstikke goed dat natuurlijk, om en Juncker en Van der Leyen te verdedigen. dat snap ik. Maar ik denk dat er wel een verschil is tussen die twee. En volgens mij, als mijn indruk was bij Van der Leyen van dat ik daar kritisch op was, ik zei alleen, we moeten het nog zien. Maar dat is een feit. In die zin ben ik blij met haar aankondigingen. En ben ik blij dat we nu weer iemand hebben die plannen neerzet voor een toekomst. En eigenlijk naar een economie van de 21ste eeuw wil. Maar, dat was mijn punt, onderschat het verzet niet dat in het instituut en in de landen zit. En dat wordt nog een hele strijd. En dat wordt nog interessant. En dan, ja, Juncker, kijk, daar zijn we het gewoon over oneens. Daar ben ik wel degelijk kritisch op. En dat heeft helemaal niks met die impact assessment te maken. Het ging erover dat de better regulation vooral over sociale en milieuwetgeving ging. De eerste acties van Timmermans toen... Overigens, Timmermans heeft ook een evolutie doorgemaakt in die 5 jaar, die ik zeer toejuich. Zijn eerste actie was in 5 jaar was om een luchtkwaliteitsrichtlijn tegen te houden, om circulaire economie tegen te houden en dat soort zaken. Mm-hmm. En hij heeft later ingezien dat het misschien toch wel nuttig is. Maar de eerste acties waren wel degelijk allemaal milieuwetgeving, want dat is het hele punt. Als u zegt, big on big en small on small, iedereen eens. Maar... wat voor u big is, kan voor die mevrouw small zijn en vice versa. Dat is dus politiek wederom. Dus pas op, en dat deed Juncker te veel met een soort abstracte cretologie, het politieke debat eruit halen. En dat is juist dodelijk, omdat het politiek is. Wees er dan ook eerlijk in. Wat u big noemt, kan een andere politicus small noemen en vice versa. Laat dat een politiek debat zijn wat je big noemt. Ik wil graag een vraag zien. Ja? Ja? Zal ik het proberen een beetje kort te houden? Ja. Er was veel discussie over waar initiatieven aan moeten komen. Van initiatief vanuit de Raad, initiatief vanuit de Commissie. En ik vraag me eigenlijk aan het hele panel zo van... is het niet tijd voor een nieuw verdrag en initiatief bij het parlement? Wie ben je? Oh, Luc. Oké, okay, Luc. Luc. Ja. Wij zijn daarvoor, maar dat betekent verdragswijziging inderdaad. Kijk, op dit moment snap ik heel goed dat wetgevend initiatiefrecht bij de commissie ligt. Omdat die wetten, dat vergt wel wat. Dat moet juridisch goed in elkaar zitten. Dat kan het Europees Parlement niet. Nou, over het algemeen hebben wij die kennis natuurlijk veel minder. Ik bedoel, ja, laten we daar eerlijk over zijn. Dat vergt nog wat, hè. Om een wet juridisch heel kloppend te maken, dat is niet even wat je zo doet. Daar zul je dan ongelooflijk veel in... Daar heeft de commissie een heel ambtenarenapparaat voor. Daar kan jij als politicus niet tegen opboksen. Jullie hebben lobbyisten, wordt hier voor aangezet. Ik zie lobbyisten, ik heb ze niet. Ja.
Dus nee, natuurlijk, nogmaals, ik ben er dus op termijn voor. Ik zeg alleen dat op dit moment, zoals het is vormgegeven, er is op zich best wel over nagedacht. Theoretisch zet de Raad de politieke lijnen uit en de commissie vult dat in met wetgeving. En daar komt het initiatief en het parlement en de Raad gaan het dan proberen een goede kant op te buigen. Okay. Dus dat is hoe het in elkaar zit. Dat is allemaal niet eens zo heel slecht doordacht. Wil iemand daar nog op reageren? Of de... Nee, oké, okay. Een vraag graag. Daar, ja, die meneer. Ja. Ja. Ik geef hem wel even door, maar ik wil hem wel graag terug. Zeker terug. Rudolf van Hasselt, ook Europese Commissie. We bemoeien ons altijd met het debat of zo, altijd. Oké. Maar mijn vraag gaat over dat geopolitiek. De commissie van der Leyen heeft zich uitdrukkelijk geafficheerd als de geopolitieke commissie. Geopolitiek, buitenlandse politiek, daarin opereert de commissie met de handen op de rug. Waar ziet het panel de mogelijkheden voor de commissie om daadwerkelijk geopolitiek te gaan opereren in de komende 4 jaar? Welke prioriteit zet Nederland daarop in? Wat is dat, een geopolitieke commissie? Dat zijn mijn vragen. Meneer De Vries? Ja. De Engelsen zouden zeggen, beauty is in the eye of the beholder. Een paar mogelijkheden en we zullen zien waar ze dan uiteindelijk mee komen. Maar als ik het programma van Van der Leyen bekijk, dan springen er toch een paar punten in het oog. Wat betreft de economische kant kijken ze naar het vraagstuk van de afhankelijkheid van Europa van de grote digitale platforms die in Amerika zijn gebaseerd. Ja. En die ook als een stofzuiger onze persoonlijke gegevens opzuigen. Is dat iets wat wij willen in Europa? Hebben we daar misschien een antwoord op? Ja. Dat is een belangrijke vraag in het kader van een geopolitiek Europa. Dan is er de vraag van het industriebeleid. Wij zijn enorm afhankelijk, bijvoorbeeld in de auto-industrie, als die elektronisch moet worden, van batterijen. Die worden voor een belangrijk deel gemaakt in China. Willen wij onze auto-industrie afhankelijk hebben van de wensen van de Chinese overheid? Zo niet, dan moeten we nu investeren in het bouwen van fabrieken die batterijen in Europa maken. Dat gebeurt dus nu. Dat gebeurt dus nu. Duitsland en Frankrijk nemen het initiatief. Dat zijn een paar voorbeelden. In de handelspolitiek kun je denken aan bescherming tegen bijvoorbeeld extraterritoriale sancties. Die de Amerikanen nu op bedrijven opleggen, ook buiten Amerika. Hebben we misschien instrumenten om ons daar beter tegen te verdedigen? Hoe zit het met subsidies die buitenlandse overheden aan hun bedrijven toekennen en die wij nu onvoldoende kunnen tegenhouden? Dus er is een heel aantal vragen die denk ik onderdeel uitmaken van die meer economische slagkracht die Europa zou moeten hebben. Ik begrijp die over economische slagkracht. Hè? Als ik het woord geopolitiek hoor, dan denk ik, ja, gaat dat nou lukken? Als je kijkt naar het optreden van de Europese Unie in Libië, zie je verdeeldheid. De Fransen hebben een andere koers dan andere landen. Als het gaat ten opzichte van Rusland, hebben Polen en Frankrijk ook weer een andere koers. Dus ik moet nog zien, economisch kan het, maar militair, ik moet het nog zien. En ook met Macron, ik heb die vraag ook eens gesteld daar. Als Frankrijk nou echt serieus werk wil maken van de Europese Unie, dan moet je ook zeggen, de Franse zetel in de Veiligheidsraad moet je een Europese maken. Het zou heel interessant zijn als Frankrijk daarmee zou komen. Ik heb het nog niet gehoord. Nee. Dus ik denk eerder dat als het militair gaat, dat het kleine groepjes landen zijn die gelijk gestemd gaan, die samen naar de straat van Hormuz gaan. Maar echt een geopolitieke militaire kracht, ik denk dat Europa daarvoor te verdeeld is. Ja, en mag ik hier nog aan toevoegen dat Frans Timmermans maandag ook de Green Deal geopolitiek noemde, in zekere zin. Hè, omdat het ging om, volgens hem om de, als ik het goed heb begrepen, om het eerlijker maken van de toegang tot hulpbronnen. Hè, en als je dat niet doet, dan creëer je een soort disbalans in de wereld. En nou ja, dat heeft allemaal gevolgen. Ik parafraseer heel slecht, misschien dat Bas het beter kan. Nou nee, niet dan Timmermans, zeker niet. Maar het is altijd grappig dat bij VVD denken ze meteen aan militairen als het gaat over geopolitiek. Dat is zo'n nauwe definitie van geopolitiek. Ik heb eerst handel genoemd. Ja, maar daarom, volgens mij, kijk, het klopt dat op het geopolitiek, het zwaar, het klassieke buitenlandbeleid is Europa
nog zwak en dat moet sterker worden. Overigens, dat is weer zo'n voorbeeld waar eigenlijk heel veel Nederlanders altijd vinden, buitenlands beleid zou Europa sterker in moeten worden. Maar dat is niet makkelijk. Kijk naar Iran en dat soort zaken. Dat is niet het eerste punt waarbij ik zou zeggen, nou, laten we daar nou eens even van de commissie verwachten dat ze die geopolitieke koers varen. Dat moet heel rustig aangewerkt worden. Maar die geopolitiek moeten we juist veel meer, en dat is wat de heer De Vries ook zei, de industriepolitiek, wat dus heel erg aan die Green Deal is gekoppeld. Hoe gaan we om met de grondstoffen in de wereld? Dat is industriepolitiek en Europa is jarenlang super naïef geweest daarin. De hele wereld voert geopolitiek met energiebeleid en al dat soort beleidsterreinen. Europa heel lang niet. Ja. En dat we dat nu eindelijk inzien dat dat geopolitieker moet worden, dat lijkt mij heel verstandig. En daar kan Europa juist ook echt slagkracht hebben. We hebben nog tijd voor twee piepkleine vraagjes. Ja. Kleintje, hè? Bas, over de circulaire economie. We hebben de kennis om, zeg maar in de bouwsector, die CO2 en materialen te halveren. Die kennis is er. Maar die wordt gewoon door dominante partijen tegengehouden. Wat kan Europa doen? Wat kunnen jullie in Brussel doen? Van alles. Maar dit... Nee. Daar gaan we namelijk nogal de details in en volgens mij moeten we dat nu niet doen. Maar dit bedoelde ik een beetje... Nou, niet in deze discussie, maar wel in het beleid. Het punt is, daarom dat ik het erover had, die Green Deal is heel goed qua aankondiging. Maar in het beleid, dan gaat het echt nog wel over dit soort machtsfactoren die doorbroken moeten worden. En het idee van, en dat wordt soms wel eens onderschat, ook door Nederlandse politici die nu roepen, ja, Europa klimaatneutraal in 2050... Dat is in 30 jaar. Dat is morgen. Dat betekent echt heel ander beleid op heel veel terreinen. En dat is weer die eerlijke politiek die zo hard nodig is. Want je hoort ook de VVD zeggen, ja, klimaatneutraal, maar we moeten Europa niet te veel laten doen. Ja, dan gaan we niet klimaatneutraal worden. Dus je zal een keuze moeten maken. Wil je nou echt klimaatneutraal? Maar dat betekent ook wat in transport, in landbouw, in industriebeleid, in energiebeleid. De hele meuk. Maar wees daar eerlijk over. Ik zie daar nog achterin een vraag van mevrouw. En als het kan, geen vraag voor Bas Eickhout. Nee, ik had een vraag van hoe kijkt u aan tegen de afhankelijkheid van Malta met betrekking tot de verkoop van hun paspoorten in relatie tot hun bruto nationaal product? Want ze zijn er enorm afhankelijk van. Ja, dit is een nogal... Het is ook geopolitiek, het is ook een geopolitieke vraag. Ja, nee... Is niet goed, moet de Europese Commissie achteraan. Ja, dus geen paspoorten meer. Nee, als je daarvoor een paar tonnen paspoort kan kopen en dan toegang hebt tot de Europese Unie, dan moet je niet hebben. Er is nog meer mis op Malta. Nederland doet het ook, hoor ik hier. Ja. Okay. Wij doen het ook? Wij doen hetzelfde als Malta. Ja. We zijn er iets minder succesvol in. Oké, ik wil het hier graag bij laten. Maaike gaat de afsluiting doen, dus nog even op uw plaats blijven zitten. Hartelijk dank. Heel veel dank dat u er vandaag... Heel veel dank dat u er vandaag allemaal was. Heel veel dank aan de panelleden ook. Ik moet nog heel even naar de andere slide. Dit was het eerste evenement van Democratie in Debat in 2020. Heel fijn dat u met zoveel mensen hierheen bent gekomen. Hier ziet u de komende evenementen en napraten mag op eigen gelegenheid in de sociëteit aan de andere kant van de hal. En ik zie u graag de volgende keer weer. Dank u wel. Graag nog een applaus voor de gasten. Bas Eickhout, Anne Mulder, Anke Truijer.